van jou. Ik wil echt helemaal niets van Mike. Ik ben klaar met hem. Ik wil met jou verder en jij met mij. Of niet? Je moet me niet in de steek laten. Wij horen bij elkaar en de baby hoort bij mij, bij ons. Mevrouw González wekte de indruk het ongeval, inclusief het slachtoffer, als een hinder. Mevrouw? Staat dat terecht? Vind ik dat zo erg? Doe maar leuk, Marina. Ondertussen kotst heel mijn dekker uit. Oh ja hoor. Maar weet je, dit is wat mij betreft alleen maar voorspel. Tegen de tijd dat ik met jou klaar ben, kom ik eerst weer op het pakkastonnetje. Natuurlijk ga ik niet met hem zoenen. Dat is allemaal helemaal nergens voor nodig. Laat het maar mij over. Maar weet je, niet gek kijken als Maarten zich niet langer laat teasen. Het gaat niet verder dan ik toesta. Jij wil dat ik met jou samen het kind van jou en Mike ga opvoeden. En als het mijn kind was geweest, dan had ik het nooit goed gevonden. Interesseert Mike het dan niet? Je hebt het er nog niet verteld. Ja, maar had ik maar iets druk mee aan toe. Nou, op jou, hè? Nee, op Mike natuurlijk, sukkel. Kunnen jullie het gewoon een of andere grillnicht inzetten? En dan storia, dan maak ik foto's en ja, dan... En dan? Dan niks. Dat is een heel slecht idee. Voer hem dronken en zet hem op een vrachtschip naar een heel ver land. Nou, daar zit hij al lang op, hoor, als ik jullie een beetje ken. Echt, no way dat hij en mijn moeder pikken wat Mike en Nina heeft aangedaan. Zijn weg van negativisme. Er is een ernstig ongeluk gebeurd, Luc. Er staat een artikel in de krant waar ik volledig in wordt afgefikt en Laura die drijft me echt tot wrappen. En meekomen. Ik heb namelijk een interview met je voor jou geregeld in Bitches. Dat is een blad voor het succesvolle zakenvrouw. Ben ik stom geweest. Hey.